Mijn naam is Ben en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een fiets met een Bosch middenmotor kunt opvoeren met behulp van een speedbox. We gaan een speedbox met Bluetooth gebruiken, zodat je ook de instellingen kunt zien op je telefoon, zodat je een snelheidslimiet kunt instellen en dat soort dingen. Het principe werkt precies hetzelfde bij een speedbox zonder Bluetooth optie, die is een stuk goedkoper, maar daar kun je dus niet je telefoon koppelen. Wat heel belangrijk is om te weten voordat je hieraan begint, is dat het niet legaal is om die fiets op te voeren. Net zoals bij scooters. Het is niet de bedoeling om op te voeren en het is niet legaal. Er schijnt een probleem te zijn met de verzekering als je een ongeluk veroorzaakt. Hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Dat moet je aan een verzekeringsagent vragen. Dat ben ik niet. Maar ook daar loop je een risico. En daarnaast kan het zijn dat je fabrieksgarantie vervalt als een fabrikant erachter komt. De fiets is er natuurlijk niet voor bedoeld om sneller te fietsen dan 25 km per uur. Dus het kan schade aan je fiets toebrengen. Dus hou daar absoluut rekening mee. Maar wil je je fiets op eigen terrein gebruiken, of misschien wel in het buitenland, of whatever, heb je een reden om het te doen, dan ga ik je nu laten zien hoe je dat zelf kunt doen. Als je deze video leuk vindt, zorg dan even dat je abonneert op dit kanaal en dan gaan we aan de slag. Voordat je begint, adviseren we altijd om uit voorzorg eventjes de accu eruit te halen. Voor dit project heb je een kringtrekker nodig. Zelf gebruik ik deze, die is ook geschikt voor fietsen met een Bosch middenmotor. Je hebt een Torx inbussleuteltje nodig. En een punttangetje is wel handig. Dat kan zonder, maar het is wel handig om die erbij te hebben. Ik doe ook even een linkje naar de juiste kringtrekker in de beschrijving. Ook naar de speedbox zelf. Dus als je die wil bestellen, dan kan dat. We gaan nu als eerste de crank demonteren. Handig aan deze cranktrekker is dat er ook gelijk een grote inbus op zit om de crank eraf te halen. Als je een andere cranktrekker hebt die ook geschikt is voor Bosch, nou ja, dan zul je nog even een grote inbussleutel nodig hebben. Zo. Dat is de crankbout. Dan draai je nu de cranktrekker helemaal naar buiten. Zorg ervoor dat dit gedeelte niet meer zichtbaar is. En draai dan nu de kringtrekker in de krenk. Zorg ervoor dat de kringtrekker helemaal in de krenk gedraaid zit. Dus dat het schroefdraad eigenlijk niet meer zichtbaar is. Als je hem er maar een klein stukje in draait en je gaat vervolgens de krenk eraf duwen, dan kan het zijn dat je de krenk zelf beschadigt. Dus zorg ervoor dat de kringtrekker altijd helemaal goed ver in de krenk gedraaid zit. Dan kunnen we nu de krenk demonteren. Dat doen we door het achterste gedeelte aan te draaien en dan duwt hij de crank als het ware naar buiten. Zo. En dan heb je de crank gedemonteerd. Dan gaan we nu deze kunststof kap demonteren. Die zit daar om de motor te beschermen. En daarachter zit de elektronica. Dat doen we met de Torx inbussleutel. Zo. Dan pakken we nu het punttangetje erbij. Dan zie je hier een aantal stekketjes zitten. In dit geval hebben wij de bovenste en die daaronder nodig. Dus dit is de wat bredere stekker aan de linkerkant. Die gaan we heel voorzichtig met het punttangetje gaan we die loshalen. Zorg wel dat je voorzichtig bent. Het zijn allemaal kunststof stekketjes. Dus geen grof geweld. Het moet ook helemaal niet zwaar zijn om ze eruit te trekken. En die. En dan gaan we daartussen de speedbox monteren, zodat de speedbox als het ware in het systeem zit van de fiets. Dan hebben we hier de speedbox, zoals ik al zei. Dit is de Bluetooth versie, maar de normale versie, het principe werkt precies hetzelfde. Zo. Dan gaan we nu de speedbox in het systeem integreren. En dat doen we door de brede stekker in de brede ingang van de speedbox te drukken en deze in het smallere stekkertje. Dan gaan we vervolgens deze twee stekkers die aan de speedbox zitten, die gaan de motor in. Ik hoop dat je dit zo een beetje kunnen zien, maar dat is dus de bovenste, de brede stekker. Dat kan in dit geval maar op één manier weer in elkaar en die hieronder. En dan zit de speedbox nu in het systeem. Dan kunnen we deze hier straks nog even mooi wegwerken met een
tie wrapje of iets dergelijks. Probeer de kabels een beetje netjes weg te werken voordat je de kap weer monteert. En dan zit hij nu al in het systeem, dus dan kunnen we nu kijken of hij ook werkt. En om hem te proberen moeten we natuurlijk eerst de accu er weer in duwen. We kunnen de speedbox aan en uitzetten door middel van de walk assist knop. In dit geval zit hij hier bovenop, soms zit hij ook aan de onderkant. Maar daarmee kun je hem aan en uitzetten. Als hij op 2.5 staat, dan staat hij op 25 km per uur, dan is er dus niks aan de hand. En als je nog een keer drukt, dan staat hij aan. Nu staat hij in dit geval 30 km per uur. Dat is nu het snelheidslimiet. En dan ga ik jullie nu laten zien hoe je het snelheidslimiet eventueel aan kunt passen. Dan open je nu de Speedbox app op je telefoon. Wil toegang tot Bluetooth. Nou, dat is belangrijk omdat je Bluetooth nodig hebt om de fiets te koppelen. Nou, My E-bike, dat is hem. Dan moet je zelf een pincode invoeren en dan kom je in dit scherm. Dan kun je hier... Kun je tuning on, tuning off, kun je hem aan en uitzetten. En bij instellingen kun je het speed limit instellen. Die staat nu op 30, maar die kun je dus ook op 65 zetten. Dan ondersteunt hij nog steeds niet tot 65. Maar je kunt er wel fatsoenlijk 45 km per uur mee rijden. En dan zie je nu dus ook weer hier op het display, zie je 2.5 staan. En 6.5, dat betekent dat het snelheidslimiet in dat geval 65 km per uur is. Dan kunnen we de fiets nu weer in elkaar zetten. Bij de Bosch motor is er wel aardig ruimte, dus dat scheelt. Dus dan kunnen we nu de kap er weer op zetten. Je kunt de speedbox ook nog vastzetten door middel van een tie wrapje of iets dergelijks. Om de kabels mooi weg te werken. In dit geval monteer ik hem alleen voor het filmpje. Dus ik ga hem er straks weer uithalen. Dus dat doe ik niet. Maar het is wel zo netjes om eventjes om het even vast te maken met een kabelbindetje. En dan kunnen we de crank weer gaan monteren. Die zet je erop, zodat hij recht tegenover de andere crank staat aan de andere kant. Als hij er niet helemaal tot achter en toe op zit, dan kun je hem nog even een tikje geven met een hamer. Die van mij is toch al beschadigd, maar als die van jou helemaal netjes is, dan zou ik het wel even met een kunststofhamer doen. Dan kun je nu de crankbouten weer indraaien. Zorg dat die ook goed vastzit. En dan ben je nu klaar en dan heb je zelf je eigen elektrische fiets opgevoerd. Het is goed te doen, zeker als je een klein beetje technisch bent en als je wat gereedschap hebt. Het is prima zelf te doen. Wees bewust van de risico's. Ik heb ze eerder benoemd. Wat ik wel echt een groot voordeel vind van deze speedbox is dat je ook kunt instellen dat hij maximaal 30 km per uur gaat. Want dat is toch wat wij het meeste horen. Ik loop elke keer tegen die 25 km per uur aan. Kan ik niet net iets harder? Of mensen die woon-werkverkeer doen, langere stukken. Die zeggen van nou, het zou mooi zijn als je net iets harder kan. Zoals meermaals benoemd, het mag allemaal niet. Maar als je wil kun je de speedbox bestellen in een link in de beschrijving. Er zijn ook nog andere manieren om je elektrische fiets op te voeren. Deze kun je ook hieronder in de beschrijving vinden. Bedankt voor het kijken. Zorg even dat je abonneert op dit kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video.